Yo mensen, vandaag een nieuwe reisvlog. We gaan vandaag naar de Efteling. Morgen is het zomeravond, daar ga ik helaas niet heen. Maar ik ga wel die week daarna, als het goed is. Ga ik ook zo'n filmpje maken, gewoon net snel. Maar ja, we gaan heen. Een timelapse op de fiets. Mooi! En daar komt precies Lars aan, let op. En... hey! Weten! Nou mensen, we zitten bij de Steenbok en ja, de Bob, dat was wel lachen. Lars, wat ben je aan het doen? Ik ben even een foto op Instagram aan het plaatsen. Op laagstreepje Efteling is even ja, volgen. Op laagstreepje Efteling is je op Insta. Het is vandaag. Het is 1 juli, dus de Baron is 1 jaar. En daarom is het bij mij op Insta een Barondag. Dus er moeten heel veel foto's gepost worden. Ja, ik kan er ook niks aan doen. Ja, dus als je nog een foto hebt, dan stuur hem in. Dat is al lang te laat, want dit komt niet op 1 juli al online. Dus dat maakt niet uit, of wel? Nee. Morgen is het dus 9 Pleinenfestijn, de allereerste. Oh, sorry. Wou je even een foto maken? Doe maar. Oké, maakt niet uit. Oké, er staan hier overal al toelie voor de zomeravonden van morgen. 2 juli, dat is de eerste zomeravonden. Dus ja. En er zijn er... Alles voor 1 Camille. Hé, er zijn toch hoeveel zomeravonden? 9. We gaan naar de Fata. Kijk, omdat de gewone verlichting het niet meer doet. Wacht, kut. Even wachten hier zo. Omdat de gewone verlichting het hier niet doet, hebben ze maar gewoon de bouwverlichting aangezet. Ah, leuk man. Ah, mooi. Nou mensen, we zitten dus in de Fata. We zijn al hier zo. Ik weet niet of je het goed kan zien. Misschien is het veel te donker op de voor. Ja, de tandarts. En we stonden zeg maar achter. We zitten helemaal voorin en we stonden zeg maar eigenlijk achterin. Maar ja, we moesten nog wachten op het bootje. Dus we hebben gewoon een allemaal genacht en zijn gewoon voorin ingestapt. Echt soep, let op. Nu. En nu. Nee, nu. Echte soep. Mooi. Oké, mensen, we zitten nu in deze gekke donkere kamer. Met die draait altijd. Ja, mooi man. Alle lasers en water. Yo mensen, kijk deze foto die ik net heb genomen. Koulo ziek. Ik laat hem wel in beeld komen. Nou, bij de Carnaval Festival. Ik zei ze al wel staan te oefenen voor morgen. Maar het is echt een kutlied, dus we gaan weg. Houdoe. Mensen, mijn GoPro is dus leeg. Dus ik ga gewoon fuck it verder met mijn telefoon. Dus ja, het is fucking druk bij, ja, in de hele Efteling gewoon. Dus we gaan nou even kijken op het bord. Daar staan we ook, let op. Oké, daar komt ie. Thank you.
weet niet of dat je kan zien, maar die pauwjongen die staat er altijd op. Altijd als ik hier kom, hier zo langs, gewoon dit pad, ja, gewoon of daar of hier zo, dan is gewoon deze pauw hier op. What the fuck, what the fuck doet hij daarop? Wat vindt hij daar leuk aan om daarop te zitten? Yo mensen, we zitten hier nou gewoon ergens bij Polles Keuken. Je ziet het misschien wel. En wie kent er dit? Fanta Lemon. Dat is zo ziek, hè? Dat is fuck lekker. Dat is nou nieuw in Nederland of zo. Ze hadden dat eerst altijd in het buitenland. In Frankrijk en zo en Spanje. En de ja, Middellandse zeegebieden daar gewoon. En nou heb je zo gewoon Nederland. Als je, ik zweer het, die moet je echt proeven. Dat is echt fuck lekker. Lars heeft hem nog niet op. Dus we gaan even laten proeven en dan kijken hoe het smaakt volgens hem. Het is aan jou de eer om het te proeven. Kijk hem genieten. Kijk hem genieten. Ja, dat is goeie. Kijk hem genieten, gek. Ja, dat is goeie. Ja, ja. Zeker goeie. Ja, dat is goeie. Dus wie we daar hebben, dat is Sander de Bruin, de ontwerper van de Baron. Daar heb ik wel eens goed dus nog een foto van waar wij ook op stonden. Hij komt nu in beeld. Ja, als ik hem nog heb, hè, daar komt hij nou ongeveer in beeld. Ja, nu. Ja, mooi. Oké, kei leuk. Of nou. What the fuck, daar. Met paraplu's in de piranha. What the fuck, man. Het regent amper. Verneukt. Wow, jou komt schoot. Verneukt. We zaten net bij de piranha, dikke ontstopping. What the fuck? Dat beeld ging ineens op ons. En toen was er een bootje 1. En die ging iets van in de remise of zo. Die werd helemaal daarheen geduwd. Maar we zitten nu te kijken of hij daar ook echt in zit. Dus we zullen het zien. Ik zal uit de bocht kijken of het zien. Ondertussen gaan we even wachten totdat we bootje 1 kunnen zien en we gaan even kutten. Kut, veel te vroeg. Maar ja, boeien, Lach staat daar. Ja, vol treffer. Oké. Net te laat. Is voor ons, jongens. Kudding. Kut, te vroeg. Jongens, bootje 1 is weer uit de remise, uit de ontstopping. Dit is bootje 1, kijk. Ja. Dus hij zat er blijkbaar toch net niet in of zo. Ik weet het niet. Nou mensen, we gaan hier nog een keer in. Want het is hier niet druk. Single rider. Ik ga niet filmen, dus... Ja, helaas.